Jerry Hendricks, fijn dat je hier bent in Darts op Madhouse in Dendermonde. Wat brengt je zoal hier? Nou, ik kwam heel toevallig. Ik was op vakantie hier in mijn tent. En, nee, gekheid. Nee. Andy van Darts op Madhouse ken ik al een paar jaar. En altijd gezellig. En hij heeft me wel een keer uitgenodigd voor dinsdagavondtoernooi. En toevallig was ik op pad. Maak een route, want ik werk voor een dartfabrikant. En dan kom ik graag hier voorbij natuurlijk. Ja. Nu, iedere dinsdagavond hier een toernooi inderdaad. Meer dan 100 mensen die eraan deelnemen. Wat vond je van het toernooi? Vond je het leuk? Ja, ik vind het ongelooflijk hoe darts in België leeft. Dat is echt niet te beschrijven. Want op het moment dat ik begon in Nederland was 1998. Toen was Raymond van Barneveld eerst wereldkampioen. Toen begon die hype in Nederland. Die hype beleef je nou in België. België is the place to be voor te darten. Dus ik vind het gewoon echt mooi om te zien dat zoveel mensen hier naartoe komen. Elke dinsdagavond. Mm-hmm. Meer dan 100 mensen. Dat kan toch gewoon eigenlijk. Normaal gesproken niet. Maar dat gebeurt hier gewoon. Ja. Echt top. Ja, heel fijn inderdaad. Nu, Jerry, specifiek wat over jezelf nu een paar vragen. Hoe gaat het met jou nu als kerstverse papa? Ja, heel goed. Mijn zoon Joey, zo heet hij, Joey Hendricks, doet het heel goed. Hij eet goed, hij drinkt goed, hij poept goed. Nee, dat kunnen we in België niet zo zeggen trouwens. De Belgen zullen het wel snappen. Oké, dus ja, hij doet het goed. Hij weegt meer dan 7 kilo binnen 3 maanden tijd. Dus ik ben heel trots op hem. En ja, ik ben super trots op hem. Goed. Iets nog over je dartcarrière. Niet zo gek lang geleden was je te zien op de Modus Super Series. Hoe was die ervaring? Ja, ik vond het gewoon echt wel top om op dat podium te staan. Het enige jammere was dat ik zelf niet zo goed speel. Ik heb partijen gespeeld van 96, 95 gemiddeld. Daar ben ik tevreden mee. Ik heb ook partijen gespeeld onder de 70. En dat mag eigenlijk niet. Maar daar zie je gewoon weer dat kwaliteit ook belangrijk is met trainen. Je moet gewoon trainingsuren maken en dat heb ik niet gemaakt. Ja, wat je al zegt, net nieuw papa. Drukke baan, werk voor tv, dat gaat er allemaal in zitten. Dus ja, helaas, dat is niet anders. Nee, inderdaad. Goed dat je begint over dat werk op tv, want inderdaad, naast de darten zelf, je bent onder meer ook analist bij Viaplay. Nieuws van recentelijk nieuws, zal ik maar zeggen. Annemarie Fokkes, die als presentatrice stopt. Heb je daar met haar over toevallig gepraat een keertje of niet? Want je hebt daar wel een goede klik mee, dacht ik. Ja, dat klopt helemaal. Annemarie en ik hebben best een goede klik vanaf het eerste uur. En ze heeft me ook gewoon eerlijk gezegd dat het op ging houden. Althans, dat ze geen analyses meer ging geven en niet meer als presentatrice ging werken. Vond ik heel jammer, want ik had gewoon echt nogmaals, wat jij al analyseert, een goede klik met haar. En ik vind het jammer dat ze weggaat. Ik hoop dat ze gewoon een andere richting uitgaat dan waar zij zich wel in ligt. Ja. En het komt helemaal goed met haar. Daar ben ik... Zonder twijfel. Ja, het is sowieso zeker. Ze komt helemaal niet meer terug. Niet af en toe. Noem maar op. Het stopt helemaal. Dat weet ik niet. Want ik ben niet bij die interne gesprekken geweest. En het kan zomaar zijn dat zij af en toe in één keer het publiek ingaat. Om zoals ze de laatste keer heeft gedaan. Om een commentaar te vragen. Of noem maar iets. Ja. Dat kan zomaar zijn. Dat weet ik niet. Daar heb ik geen inspraak in. En dat durf ik niet te zeggen. Nee. Nog één specifieke vraag over haar. Moet ze vervangen worden? En zo ja, door wie? Ik vind niet dat ze vervangen moet worden. Dit is een samenspraak tussen haar en Viaplay. En als er iemand haar positie vervangt, dan vind ik Bart Nolles een goede tweede, zeg maar. Okay. Dus naast Koert, Bart. Dan vind ik dat Annemarie dat zeker nog kan opvullen anders. En anders doe ik dat wel. Oké. Okay. Ja, het zou leuk zijn inderdaad. Jerry, nog specifiek over de nabije toekomst voor jou zelf als darter. Jij hebt al aangegeven, je gaat geen Q-school gooien. Hoe zie je je verdere carrière dan, of je verloop van je carrière? Nou, mijn verloop van mijn carrière is dat ik toevallig de kwalificatie van de WK win dit jaar. En dat ik een WK ga winnen aankomend jaar. Dat is heel toevallig. Maar okay. Dat is niet anders. Dan moet je er maar mee omgaan. En ja, goed, dan ben je maar nummer 1 van de wereld. Oké, goed. Nee, maar ik heb me wel laten wijsmaken dat je wel niet het komende jaar, maar het jaar daarop Q-school wilt gooien. Of heb ik dat verkeerd gehoord? Het is het plan. Een beetje 2024. Dus ik ga me een beetje monitoren hoe mijn niveau gaat. Want ik ga alleen maar competitie gooien, lokale toernooien gooien. Af en toe, als ik hier in Dendermonde ben,
Leuk. Ja. Daar ga ik meedoen. Mm-hmm. Maar het is niet mijn bedoeling om fulltime prof te worden. Want ik heb mijn baan erbij waar ik heel veel van geniet. En nogmaals, tv-werk waar we het over gehad hebben. Maar het is niet mijn intentie om echt gewoon volle bak ervoor te gaan. Als het echt mijn niveau supergoed is, dan denk ik van oké, ik maak je kans. Dan ga ik Q-score 2025. Oké. Dankjewel voor je reactie, Jerry. Geen probleem, Max. Dankjewel.